De afdeling Vreemdelingendienst heeft de vorige maand 150 vreemdelingen uit het land gezet. Deze illegalen hebben verschillende nationaliteiten. Het gaat onder meer om 50 Brazilianen, 38 Chinezen, 1 Indonesiër, 9 Guyanezen, 8 Nederlanders, 40 Haitianen, 5 Dominicanen, 1 Cubaan, 1 Bahawaan, 1 Nepalese en 1 Venezolaan. De meeste van de gedeporteerde vreemdelingen mogen, indien hun documenten in orde zijn, na een jaar, 6 maanden of 2 maanden Suriname weer binnenkomen. Er is zelfs 1 Chinees die pas na 5 jaar het land weer mag betreden. Aldus een persbericht van het Korps Politie Suriname.